Nieuws wordt op een krantenredactie, gek genoeg, zelden met gejuich ontvangen. Daarvoor zijn we te professioneel en te nuchter. Maar het bericht dat de mislukte parkeerkathedraal naast ons Zwolse kantoor afgebroken zou worden, leidde toch tot instemmend gemompel van opluchting. Deze week ging de beuk erin. Rigoureus belandt de miljoeneninvestering op de schroothoop. 4 jaar lang hebben we aangekeken tegen dat staketsel dat een tempel voor de moderne heilige koe had moeten worden. Een robuust geheel van stalen balken, alleen aan de straatzijde getooid met zonnepanelen. Het had ook wel iets. In voorjaar en zomer vervlochten we hoog opgeschoten onkruid met het hekwerk. In de koudere maanden bood de overkapping onderdak aan zwervers die de tijd overbrugden tot het naastgelegen opvanghuis openging. Onze tijger, het gestreepte straatkatje, zwierf er graag. En regelmatig belandde een voetbal tijdens een rookpauze in de onder water gelopen kelder. 'S Avonds en 's nachts, vooral bij maneschijn of bij mist, bood het geraamte een mysterieus lijnenspel waarin in de herfst de spinnenwebben glinsterend oplichten. En als het stormde, werd aan die lijnen een indrukwekkend klankspel toegevoegd. Veel meer dan dit skelet zou het nooit geworden zijn. Er hadden nog wat knopjes moeten worden toegevoegd en platformpjes waarop de auto's volautomatisch hun plek tot in de nok hadden moeten vinden. Of het ooit gebruikt zou zijn, betwijfel ik. Ik geloof niet dat ik mijn auto er neer zou zetten, zei een collega laatst. Vooral 's avonds niet. Stel je voor dat het niet werkt. We keken kortom 4 jaar aan tegen nutteloze ruimte. Zoals een leraar bij een schoolbezoek aan Keulen in 1975 de Dom daar bestempelde. Vaak lag de bouw van die magistrale kathedraal decennia stil, omdat de bouwmeester werd vermoord of verongelukte, of omdat het geld op was. En de torens konden pas 1,5 eeuw geleden worden toegevoegd nadat een Engelse architect ergens op een boerenzolder in Duitsland geheel bij toeval de perkamenten bouwtekening terugvond die daar werd gebruikt als zeef voor bonen. Nu is de Dom een kerk om uren in te dwalen, met buiten en binnen een fantastisch spel van licht en lijnen, waar de wind dan vaak nog een mysterieuze muziek aan toevoegt. Het toppunt van schoonheid. Het resultaat van 6 eeuwen bouwen. Zoveel tijd gunnen wij ons niet meer. De hele week dreunde het sloopwerk door ons kantoor als een opera van Wagner, de gutterdämmerung der ambitie. Bij de laatste restanten van de garage liggen hopen verwrongen staal. En straks is de ruimte veranderd in een strak parkeerpark. Nuttig. Maar van schoonheid is geen sprake.